Hallo beste kijkers, vandaag ontmoeten wij dokter Andreas Paddo in zijn natuurlijke leefomgeving, het bos. Hallo, ik ben Andreas Paddo en ik ga op zoek naar de paddo's die reeds verboden zijn in dit land. Na jarenlang studie ga ik echt op zoek. Kijk, dit is het boekje waar ik al die vernuftige hallucinerende paddo's uithaal. Ik sta hier nu in mijn leefomgeving, dit is het bos. De plaats van locatie waar het plaats zal vinden zou ik niet meteen noemen. Misschien dat ik daardoor gearresteerd word. Om het veilig geheel bij elkaar te brengen, doe ik eerst handschoentjes aan. Want je weet nooit wat voor giftige shitzooi erin kan zitten. En een leuk idee erachter. Als ik mijn mandje vol heb, dan ga ik naar huis toe. En dan ga ik het uitdokteren wat van hallucinerende werkingen eruit kunnen komen. Hoe weet u nou welke paddo's goed zijn? Ik heb een boekje en daar staat het precies in. Ik ruik er vaak even aan. En ik kijk of de sporen goed zijn. Dan zoek ik dat paddeltje op in het boek. Het is de teervlekkenzwam. Kijk, er zitten ook tere vlekken op. Je ziet duidelijk die sporen. Dit is een goede paddo. Die kan in de mand. Nou, dan gaan we naar de volgende. Ah, dit is wel jammer. Kijk, hier zijn mensen bezig geweest. Die hebben die paddo's gewoon aan gort getrapt. Dit lijkt wel de oesterzwam. Als je dan goed kijkt, dan zie je ook duidelijk de sporen. Volgens mij komt deze niet voor in mijn boek. Maar je kan het duidelijk zien. Dit is de oesterzwam, zeker weten. Hup, in de mand. Deze gaat u nou straks opeten? Ik ga ze eerst koken. Oh, oké. Ik ga ze eerst koken en daarna ga ik ze drogen. Hoe lang kookt u ze dan? Ja, dat koken varieert tussen een kwartier tot half uur. Daarna ga ik ze drogen in een speciaal droogoven. En dan moet de hallucinerende stof goed vrijkomen. En dat doet u in uw eentje? Dat doe ik in mijn eentje. Alleen het testen van de paddo's, daar heb ik een paar huisgenoten voor. En dan gaat u samen met hun de paddo's testen? Samen met hun ga ik paddo's testen, maar dat kan variëren tussen nu en een week. Heeft u alweer een goede paddo gevonden? Ik ben er druk aan het zoeken, maar het lijkt me dat er toch voor meerdere paddo's in het bos moeten staan. Is dit wel het geschikte tijd van het jaar dan, meneer Paddo? Ja, aan de geur te ruiken van de bomen en de bladeren die op dit moment aan het rotten zijn, moet er toch duidelijk een paddenstoel te groeien zijn in deze omgeving. Want het paddo, dat is echt een schimmel. Een natuurlijk biologisch schimmel. Het groeit echt tussen rotte bladeren, rotte takjes, rotte bomen. Misschien dat ze hier al tussen staan. Ja, kijk, dit is er weer één. Welke paddenstoel is dat dan? Dit is de mos. De mospaddo. De mospaddo. Er zit mos op, dus kan niet missen. De mospaddo. En welke paddenstoel heeft u zowel al uitgetest? Ja, die staan in mijn boekje. Ik heb het bladzijdetje. Dat heb ik aangemerkt met een tussenpapiertje. Het is de zwarte veldridder. Die werkt erg hallucinerend. De bruine bundel ridderzwam. Maar die komt voor in augustus. Daar zijn we nu een beetje te laat voor. Daar zijn we nou te laat voor. We gaan op zoek naar nieuwe modellen. Nieuwe soorten. En wat is nu uw favoriet dan? Favoriet is natuurlijk de champignon. Maar die kunt u gewoon in de winkel kopen, toch? Ja, maar deze champignon die ik in het wild vind, die lijkt heel veel op de consumptie champignon. Alleen de wilde champignon heeft een hallucinerende werking. Het lijkt alsof er niet echt veel paddo's te vinden zijn hier. Ja, er moeten paddo's staan. Er moeten paddo's staan. Wat vindt u nou van de rood met witte stippen, paddo?
Dat zijn paddenstoelen die komen voor in sprookjes. Er is bij bekend dat hier in Nederland nooit groot beeld is. Nee. Zijn dat het een zeldzaam paddenstoel is? Een beschermde paddel, om het zo te beschrijven. Heeft u wel eens een genetisch... Kijk, dit zijn ze. Dit zijn echt de hallucinerende paddo's. Dit zijn ze. Deze gaat u straks uit, zei ze. Dit zijn ze. Dit is de vuurzwam. Leeft echt op rot hout. Kijk.